Christian Steeglich maakt onderdeel uit van een bijzonder team sociologen. Zijn cluster, Statistiek en Netwerkanalyse, helpt de Groningse onderzoekers met hoogwaardige statistische begeleiding en maakt modellen hoe netwerken zich ontwikkelen en hoe netwerkstructuren eruit zien. Groningen hoort daarbij bij de wereldtop. Nou, het is wel speciaal dat dit soort dingen gedaan wordt. Traditioneel is dat maar op 3 plekken in de wereld ontstaan, dit soort netwerkmodelleren. Dat is dan in de VS, aan de Westkust, in Melbourne en hier in Groningen. Dus het is wel speciaal, zou ik zeggen. Het doorrekenen van de modellen van Steeglich en zijn collega's is zo intensief dat ze gebruik moeten maken van de supercomputer van de Rijksuniversiteit Groningen, Peregrine. Aangezien er toch heel veel mensen op ons afkomen met hun eigen datasets en die worden steeds groter in de loop van de tijd, is het inmiddels inderdaad zo dat je behoorlijk wat rekenkracht nodig hebt. We werken dan ook op de Peregrine High Performance Cluster Supercomputer hier. Aantal analyses kun je op zich alleen maar daar goed draaien, anders zou het maanden duren voor we resultaten hebben. Ook al werkt Christian met grote datasets, hij zou het geen big data noemen. De kunst zit hem juist in het verkleinen van de hoeveelheid data die je nodig hebt. Ik vind de omschrijving big data niet zo heel fijn, aangezien de complexiteit van wat we aan het doen zijn niet per se in de data zit. Het is in de modellen zelf. Die zijn toch behoorlijk ingewikkeld. Ook voor een heel klein netwerkje, bijvoorbeeld van 10 of 20 mensen, daar heb je theoretisch, om het allemaal door te rekenen, een heel grote computer voor nodig. Vandaar dat we ook alleen maar met simulaties werken en daardoor reduceer je de nodige rekenkracht een beetje. Christian onderzoekt sociale beïnvloeding in netwerken. Neem nu stoppen met roken. Wat gebeurt er als je populaire rokers laat stoppen met roken? Stoppen de andere mensen in de groep dan ook? Je zou een interventie kunnen bedenken om dit soort invloed te beperken. Dat je dus de populaire mensen een training geeft, dat ze minder gaan roken. En hoop is dan dat het door het hele netwerk verspreid wordt en iedereen dan minder gaat roken. Helaas werkt het niet op die manier. Punt is dat het netwerk zich ook dynamisch gaat aanpassen. Dus als een populair persoon, omdat die roker was, populair was, dan stopt met roken, dan verliest hij ook een bepaald aantal van zijn rokende vrienden. En kan op hun dan ook geen invloed meer uitoefenen. Als je deze modellen gebruikt, is het geen verrassing dat zo'n ingreep dus niet werkt. Dat kun je met onze modellen behoorlijk goed voorspellen. We weten wel op welke manier netwerken zich gaan veranderen en hoe ze op veranderingen op gedrag van personen gaan inspelen. Dus eigenlijk kun je vanaf het begin al zeggen, nou, de interventie die heeft een veel minder sterk effect dan de ontwerpers oorspronkelijk gedacht hadden. Hadden ze dus eerder kunnen weten.